Morgen wieder vorne sehen. Netjes in de vestkraats met het achteruur naar achterzijde. Een grote ruime cirkel. Zij zijn weg. Onze U13-rijders.
Ich bin von Dünnsdorf. Ja, in der Tat gerne. Also zumindest in den Storm. Wir brauchen eine. Oi, Kamera! Oh, shit, Mann! Aber jetzt gar nichts mehr. Hier hängt eine Kamera! Wo ist die Kamera? Kann jeder das verstanden? Komm, nein, nein. Ich hatte. Sander, kom op bij jong. Hey, de daarder rijdt voor u weg. De daarder rijdt voor u, kom op. Hij rijdt voor u weg. Luca. Ik denk dat ze zo snel aan het einde van de eerste ronde gaan naderen. Ja, hoor, inderdaad, de eerste ronde. Zeker laat opmerken. Kom aan, Robin. Naar de provinciale dag. Kom maar, Jules! Hop, jongen! Kom maar, jongen, hop! Hoppen! Kom aan, Isaac! Isaac! Hoppen! Nog drie ronden met de zet van de Poorn. Kom aan, Mathies! We wachten natuurlijk nog op de eerste U13 renners die nog onderweg zijn. Daar komen we er nog uit de bocht. Drietal hebben we daar ook gemerkt. Wees voorzichtig bij de oversteek. Strijden daar voor de derde plaats. Nog drie rondjes, maar nog drie ronden. Met ook Tijl van Haverbeke die nu doorkomt. Bij de leiding op de U13. Drie rondjes nog. Hij is Walder Raven ook. Ik moet daar wat denken, hè. Ik ga naar mijn kant. Dus dan zit het al drie rondjes nu van het einde. We doen vier ronden in totaal. Drie ronden nog afgelegd. Er komt Katoe van wat bij Katoe van totaal. Komt Katoe van totaal. Er komt Katoe nog drie ronden. Katoe nog drie rondjes afleggen. Lekker.
Florian Bulsagel voorbij komen. Hier ook met de Ruud de Geurts. Kom op, Ellen. Kom op, we gaan lekker, Lisa. Hou vol. De Joppe Vennekes. De Adriaan van Poel. Hard uit elkaar geslagen op deze loodzware omloop. Lennart Goossens. Met de Lisa Brouwer, de Nederlandse kampioene. Drie rondjes nog af te leggen. Drie ronden nog. Lene Wijkmans die net de voorbij gesproken is. Met de Rodrigo Pires die net voorbij gesproken is. Drie ronden aan te leggen voor iedereen. Drie rondjes. Drie ronden. En de Edelde Risha van Kort. Strijden dan voor de verdere ereplaatsen. Nog drie rondjes, maar nog drie ronden met Ontel van Haverbeek die nu doorkomt. Bij de leiding op de U13. Drie rondjes nog, hij stuipt hier de doortocht. Met de Nikita Walderraven ook. De Lian Dinnen, allemaal op drie rondjes nu van het einde. We doen vier ronden kap getoe van totaal. Encore trois tours, nog drie ronden. Trois tours, nog drie rondjes af te leggen. Florian Doelisagel voorbij komen, hier ook met Ruben Geuns. Met de Joppe Vennekes. Ook al heel hard uit elkaar geslagen op deze loodzware omloop. Lennart Goossens met de Lisa Brouwer, de Nederlandse kampioene. Hoe was hij doorgaan? Drie rondjes nog af te leggen. Met de Orsies die voorbij gekomen is. Lene Wijkmans die net voorbij geschoven is. Met de Rodrigo Pires die net voorbij gekomen is. Drie ronden nog af te leggen voor iedereen. Drie rondjes. Drie ronden. Met de Eliotte Richard van Kamp. Kwam toe, Elio. Kwam toe, van Kamp. Sander Lemmens ook nog drie rondjes. Daan van Geel komt voorbij. Drie ronden nog af te leggen. Ook voor de Sette Schoofs. Hier
Ga morgen dingen met mij brengen, mistlaam denk. Een rood filter. Het is Luca van Lommel, hier eigenlijk op de verkeer is. Luca van Lommel. Wacht daar op de nummer 3, daar komt hij. Emilio Saar, Oost-Vlaams kampioen. Zit van Lommel behoudt naar zijn vierde plekje. Twee ronden nog, twee ronden. Ook Robin Meijers behoudt daar de plaats. Hier krijgen we dan Tijl van Haverbeek. Knappe wedstrijd. 200. Het gaat toch wel kleiner geworden, hè? Als het remmen, hè. Denk ik aan de andere. Eigen tempo, hè. Ja. Pas op bij de eerste kant eraan. Pas op bij de eerste kant eraan. Knap ze, Luca. Hierna nog één rondje. Dit is voor laatste. Dank je, Luca. Netjes, Jonas. Kom maar, Robin. Goed zet, jong. Kom maar, Robin. Kom op, joh.
Kom maar, wacht even. Kom maar, denk er even snel, hè. Kom maar, Jan. Kom maar, Robin. Even gaan, ja. Ik denk dat je gaat mee. Kom maar, Robin. Kom maar, man. Ik moet betalen. Tandje lichter, tandje lichter. Hup, 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 hup. Goed zo, voilà. Prima. Heel goed. Kom maar. Goed drinken onderweg ook, hè. Goed, ja. Goed, hè. Heb je gezien. Thank you.
Opgepast, opgepast, meer steek. Nog één ronde af te leggen voor Luca Hommel. Laatste ronde. Van Kamp wordt verliest op terrein, heb ik de indruk. Maar heeft dan een rondje om het allemaal goed te maken. Laatste ronde. Jonas, kom. Was de Emilio Saar. De Oost-Vlaams kampioen. Kom, Emilio. Laatste ronde nu. Laatste ronde. Zijn onderweg. Laatste rondje. Kijk eens aan wat Tijl van Haverbeek hier gedaan heeft. Heeft er dan nog aan opgerond. Laatste ronde. Voor de leider bij de U13, Tijl van Haverbeek. Hier krijgen we Sint van Lommel. Laatste ronde. En kijk eens aan hoe Robin Meijer in de spoor van de Van Lommel is gekomen. Ze gaan met z'n tweeën. Dat is Matty Siles. De tweede in de wedstrijd. En laatste ronde nog voor Jeff Schevenels. Jeff van de Poel. Dan krijgen we Brent de Meijer. Laatste rondje, Brent. Laatste rondje. Op de volgende bikers die boven komen. Laatste ronde voor Jeff van de Poel. Inderdaad, hier is hij. En hier krijgen we de laatste ronde. Dernier tour voor Thomas Picrio. Laatste rondje voor Ruben Geus in het gezelschap van Boy. Laatste ronde. Laatste ronde ook voor Sander van Dessel. Laatste ronde voor Sibbe van Mechelen. Laatste ronde voor Jonas Pauwels. We gaan nu met iedereen de laatste ronde in, ook met Gijs Kuipers. En we hebben ook Liam Dille hier bij ons. Laatste ronde, mannen. Laatste ronde. Met de Mart Leijsens nu. Laatste ronde, Mart. Laatste ronde. Laatste ronde voor Leijs Goossens. Laatste ronde voor Jules Wustop. Wustop, komt u. Laatste rondje. Lisa Brouwer. Laatste ronde. We gaan allemaal de laatste ronde in, man. Laatste rondje, kom. Nog één keer, helemaal rond. Laatste ronde. Adriaan van Mol, kom, Adriaan. Dat is niet met z'n allen hier. Kijk, daar hebben we de winnaar. Daar hebben we.
daar hebben we Luca van Hommel. Hij pakt de overwinning. Okay. Hij groeit de fiets, hij groeit het publiek. Ja. Gedaan voor de prestatie, Luca van Hommel. Hij pakt de overwinning. Ja. Hij groeit de fiets, hij groeit het publiek. Kwart over vijf doen we de podia. Einde van de wedstrijd, nu voor iedereen. Voor Jochem Berkes, einde wedstrijd, weer hier nummer 2. Jonas van Kampoort, hij pakt de tweede plaats. Als we het allemaal goed hebben, einde van de wedstrijd, nu voor iedereen. Voor Jochem Berkes, einde wedstrijd, weer hier nummer 2. Jonas van Kampoort, hij pakt de tweede plaats. Als we het allemaal goed hebben. Einde van de wedstrijd hier voor Rodrigo Pires. Hij pakt de derde plaats. Einde van de wedstrijd voor iedereen. Hier komt Lene Wijkmans nog voorbij. Einde van de wedstrijd hier voor Rodrigo. Rodrigo Pires. Met de dame van Geel die over de streep gekomen is. Aankomst nu voor iedereen. Hier is Emil Saar, hij pakt de derde plaats. Einde van de wedstrijd voor iedereen. Goeie Lene, ja. Hey. Hier komt Lene Wijkmans nog voorbij. Passie bij de meisjes bij u, 14. En de wedstrijd is nu weer iedereen. De koploper is binnen. Hier met de 3-3 en de wedstrijd hier de winst voor Tel van Averwegen. Knappe prestatie. En de wedstrijd hier de winst voor Tel van Averwegen. Knappe prestatie. Hier is Seppe Scholz die over de streep komt. We moeten het allemaal proberen wat bij te houden. Wat is Tielen zou de volgende zijn. Hier is Tielen de Neger, Robin Wijs, hij pakt de provinciale titel. Hier de volgende, die wil ik ontzettend van Hommel. Hoe is dat, jongen? Ik zou het even schrijven als al de tweede zijn op het podium. Hier krijgt Alexander Lendens. Ja, nog een provinciale. Hier, ja, tweede plaats zijn provinciale kampioen voor Matty Stielens. Knappe prestatie. Ja, nog een provinciale. Hier, ja, tweede plaats zijn provinciale kampioen voor Matty Stielens. Knappe prestatie. Ik ga naar de mond. Wat aankomst Arie Grey voor Thomas Pecrio. Hier de volgende die binnenkomt is Boyan van den Broeke. Die heeft daar Rudy Grunstok achtergelaten. Terwijl ook Zef van der Poel over de streep komt. Maar die wordt in het voordeel beslecht van Sil van Mechelen. Probeer in je eigen wedstrijd. Oh, nog een aankomst hier voor Brent de Meijer. Hier krijgen we Gijs Kuipers nog. En hier hebben we dan Mark Leijsens. We durven bij de meisjes diep in. Het overzicht helemaal kwijtgeraakt, daar ben ik heel eerlijk in. Hier nog een gebalde vuist bij Lennart Koosens. Knappe prestatie ook. Mark Leijsens wel het eerste meisje bij de U14. Dan zou hier de Moeskops die bolt over de streep. Oh, nog een vlotte trek op het einde hier in Magnus Kaukes.
De Cedric van Bellen eindigt ook zijn wedstrijd. En hier is Cedric van Hooydonk. Len Maas komt zo meteen over de streep, helemaal uitgeput. De groep Hens. En Adriaan van Bommel, jongen, tussen binnenbond. De podium dus omstreeks een kwart over vijf. Dan zijn ze gepland. Graag uw aanwezigheid daar voor degenen die erop staan. De top 3 van de wedstrijd. Einde wedstrijd, verder koers voor Sander van Dessel.